Excellenties, uh, dames en heren, goedenavond allemaal. Uh, fijn dat u er bent en u mag zichzelf gelukkig prijzen, want de zaal is volledig uitverkocht. Uh, dus u zit hier. En dat is natuurlijk dat die uitverkocht is, de zaal is natuurlijk volledig te danken aan de spreker van vanavond, die ik zo uh, straks zal introduceren, voor zover nodig, uiteraard. Uh, mijn naam is Arendo Joustra en als hoofdrecteur van Elsie Weekblad heb ik u van harte welkom op alweer de 13e schoollezing. Schoollezing. Daar zal ik straks iets meer over vertellen, maar eerst uh, heet ik ook van harte welkom de mensen die meekijken via NOS Politiek en ook via de livestream van EW Magazine. En voor die mensen zal ik ook even duidelijk maken dat deze bijeenkomst geheel verloopt volgens de coronaregels. Dus de zaal is slechts voor driekwart gevuld. Dat ziet u niet op het scherm, maar slechts voor driekwart gevuld. En ik zeg er ook direct bij dat als we de hele zaal tot onze beschikking hadden gehad, was die ook uitverkocht geweest. Uh, er is zelfs een wachtlijst, en uh, die was er ook geweest met een heel uitverkochte zaal. Nogmaals, dat pleit voor de spreker van vanavond. Ten tweede heb, heeft iedereen zijn identiteitsbewijs hebben moeten laten zien bij de ingang. En een bewijs dat iemand gevaccineerd is, dan wel een negatieve coronatest, dan wel hersteld is van corona. Dus dat zijn de regels. En uh, bij de regel hoort helaas, helaas ook dat we deze avond niet kunnen afsluiten. Uh, met een borrel, dus uh, dat gaat niet door. Die houdt u te goed voor volgend jaar. Uh, dus na afloop, uh, iedereen blijft zitten en na afloop uh, gaan we helaas naar huis toe zonder een borrel. Uh, ik zei al de 13e hj schoollezing die hj schoollezing is al uiteraard vernoemd naar HJ-school, die helaas uh, in 2007 op veel te vroege leeftijd 61 jaar overleed. Uh, en het is misschien ook goed om hier nu de familieleden van Hennet-Jan Schoo en zijn vrienden en collega's uh, welkom te heten. is uh, Schoo was in de jaren negentig hoofdrecteur van Elsevier en uh, daarna één jaar lang adjunct-hoofdrecteur van de Volkskrant onder Pieter Broertjes, die aanwezig is, tegenwoordig burgemeester van Amsterdam. Nee, Haarlem. Ja, ik, ik verklap nu iets, namelijk zijn geheime ambitie. <laughs> en hij neemt in februari afscheid van Hilversum, dus wie weet. Um, Adjunct-hoofdacteur van de Volkskrant, daar was hij dan toch wel vrij snel uh, vertrokken. En toen werd hij uitgegeven, hennek de Schoo, bij uh, uh, van, van Nederland en opzij. En uh, hij bleef ook schrijven voor, voor, uh, uh, als communist en essayist voor de Volkskrant. En dit, deze bijeenkomst is ook ooit begonnen als een gezamenlijke onderneming van de Volkskrant en, en Elsevier. Um, ja, met de schoollezing beoogt Elsevier eigenlijk uh, het politieke jaar te beginnen. En dat lukt de afgelopen keren redelijk goed. En ook vandaag hebben we volgens mij weer een spreker die, uh, nou ja, die uitgekozen is eigenlijk omdat zij haar partij op 17 maart leidde uh, naar de tweede plaats in het politieke landschap. Uh, en, en daarom waren we natuurlijk wel geïnteresseerd in wat haar visie is op Nederland, de toekomst van Nederland en op de maatschappij. Vandaar die uitnodiging. Zij begon overigens haar carrière als ambtenaar buitenlandse zaken, maakte toen heel snel carrière uh, bij de Verenigde Naties en werd in oktober 2017 uh, minister voor uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in het derde kabinet Rutte. En sinds deze zomer is zij. Uh, minister voor, van Buitenlandse Zaken, moet ik zeggen. Um, vorige week nog in het Midden-Oosten op rondreis. Vanavond in de Rode Hoed uh, in Amsterdam. Dames en heren, graag uw aandacht en aan, uw applaus voor mevrouw Sigrid Kaag. Geachte familie, geachte aanwezige waarde gasten. Ik ben vereerd met de uitnodiging van Elsevier Weekblad om vanavond de dertiende HJ-schoollezing te mogen spreken, uitspreken. Mijn dank aan de hoofdredacteur Arendo Joustra en zijn redactie voor de hartelijke ontvangst. Deze lezing geldt als de traditionele start van het nieuwe politieke seizoen. En tradities geven zowel het persoonlijke als het publiek leven ritme, structuur en herkenbaarheid. Tradities geven ons ook een comfortabel business-as-usual gevoel. De dingen gaan zoals ze horen te gaan, zoals ze eigenlijk altijd gaan. Maar als morgen de Kamerleden en al hun medewerkers... hun weg zoeken in de nieuwe huisvesting van de Tweede Kamer... mij overigens denk ik beter bekend... dan is het alles behalve business-as-usual. Ze moeten aan de slag in uitzonderlijke tijden. Een pandemie die in Nederland over haar hoogtepunt heen lijkt... Maar die wereldwijd nog steeds duizenden slachtoffers maakt. Een zomer waarin de opwarming van de aarde mensenlevens in gevaar bracht met een verzengende hitte, verschrikkelijke branden en allesverwoestende overstromingen. En een dramatische terugtocht van Amerikaanse en andere internationale krachten uit Afghanistan. Waar mensen zich in doodsangst vastklampten aan de wielen van de opstijgende C-17 transportvliegtuigen in de hoop het Taliban-bewind. Ontvluchten. Hendrik Jan Scho was in leven en werk een humanist. Had hij nog geleefd, dan had hij ongetwijfeld zelf op dit podium willen staan. Omdat hij misschien wel beter dan wie dan ook zijn licht had kunnen doen schijnen op wat dit soort grote veranderingen betekenen voor de wereld en voor de levens van mensen. Wie om zich heen kijkt in de wereld van vandaag loopt het risico somber te worden. We worden geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden. We kunnen niet om het feit heen dat we de rekening gepresenteerd krijgen van de uitputting van de aarde. Misschien is niet iedere natuurramp één op één te herleiden naar de opwarming van de aarde. Maar dat de kans op en de intensiteit van zulke rampen toeneemt door klimaatverandering, staat vast. Onze generatie moet de realiteit onder ogen zien. Klimaatverandering is echt niet meer een theoretisch risico, ver aan de horizon. Het is een existentieel gevaar, hier en nu. We kunnen niet om het feit heen dat ons onderwijs faalt in zijn fundamentele belofte. Het bieden van een faire kans op succes: waar iemand is geboren en welke opleiding zijn ouders wel hebben mogen genieten of juist niet, bepaalt onevenredig de kans op studie, baan huis en zelfs gezonde levensjaren. En om die ongelijkheid niet verder uit de hand te laten lopen, moeten de raderen van onze verzorgingsstaat steeds harder draaien. En we kunnen niet langer om het feit heen dat in het zonnige politieke en bestuurlijke klimaat van het toch wel keurig aangeharkte Nederland, waar we onszelf zo graag feliciteren met nuchter bestuur, redelijkheid, compromisbereidheid en rechtvaardigheid Onmiskenbaar een schaduw is gevallen. De realiteit van de toeslagenaffaire en het coronacrisismanagement leggen genadeloos bloot dat een goed functionerende democratische rechtsstaat nooit een rustig bezit is. Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degene die om het hart roepen hoe gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid. Ik zou nog meer vraagstukken kunnen noemen die anno 2021 onze aandacht vragen. Overheden en techbedrijven die bevangen door een nieuwe goudkoorts, niets ontzienend data mijnen. Europese lidstaten die de beginselen van onze Europese waardegemeenschap en rechtsstaat met voeten treden. Of de stille ramp op de woningmarkt die jong en oud raakt. Maar ik denk dat mijn punt helder is. Voor ons in 2021 en de jaren die komen, staat er echt wat op het spel. En in zo'n tijd is het niet vreemd dat mensen somber worden. Het overkomt ook mij. De vraag is, wat doen we met al die onzekerheid? Het kan brandstof zijn voor een zekere nostalgie, een heimwee naar een tijd waarin de onzekerheden van vandaag nog niet bestonden. Sommigen in de politiek maken hier dankbaar misbruik van. Onvrede en angsten worden gecreëerd, aangewakkerd en uitvergroot om vervolgens een idyllisch en geïdealiseerd verleden als oplossing te presenteren, schrijft Ilya Leonard Pfeiffer al in Grand Hotel Europa. Maar dat is niet het verhaal dat ik vanavond wil vertellen. U zult van mij geen pessimistisch verhaal horen over dat alleen een terugtocht naar vroeger kan redden. Maar evenmin ben ik van plan een lezing te houden vol naïef optimisme in een tijd die dat niet rechtvaardigt. Ik heb daarom besloten, geheel in lijn van school, mag ik hopen, het te proberen met een gezonde dosis realisme. Ik denk dat de uitdagingen waar we voor staan ons niet moeten verlammen, maar dat ze een opdracht zijn. Meer getrouw aan mijn katholieke achtergrond geformuleerd, een roeping. We moeten gewoon aan de slag. John Kennedy trad aan als president van de Verenigde Staten op een moment dat de ongebreidelde vermeerdering van nucleaire wapens het voortbestaan van alle leven op aarde acuut bedreigde. Hij hield zijn medeburgers voor dat toen voor het eerst in de geschiedenis, in zijn woorden, de mens in zijn sterfelijke handen de macht hield alle vormen van menselijk leven te vernietigen. Hij sprak vervolgens zijn medeburgers en zichzelf indringend aan op hun taak en verantwoordelijkheid. Hij zei: In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedoms in its hour of maximum danger. Ik geloof dat ook wij zo'n moment meemaken. Ook wij leven in tijden waarin we niet langer om het besef heen kunnen dat de immense verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze planeet in onze sterfelijke handen ligt. Kennedy vatte die dreiging op als een dreiging voor onze vrijheid. Dat doe ik ook. En daar wil ik het vanavond met u over hebben. Over wat onze vrijheid bedreigt. Over de uitdagingen waar we voor staan. Over wat dit vraagt van Nederland, van de politiek en van de samenleving. U bent daarmee overigens na vanavond wellicht het best geïnformeerde publiek, want mijn spiekbriefje voor vanavond verschilt niet zo gek veel van mijn spiekbriefje voor de gesprekken aan de formatietafel. En die zijn tamelijk consistent. Maar wanneer is een mens vrij? Dat is een bijna spirituele vraag. Maar voor mij als politica gaat het erom wat een mens nodig heeft om in de vrijheid te leven. Is dat een vrijheid die ontstaat als we ons zo min mogelijk met elkaar bemoeien? Een la vrijheid, waarin we ervan uitgaan dat ieder mens een eiland is? Het soort vrijheid dat van de politiek weinig vraagt? Bijna niets. Behalve heel weinig of bijna niets te doen? Is dat het? Mijn ideaal van vrijheid is anders. Die is gebouwd op de gedachte dat we als mensen verbonden zijn met elkaar. Ik geloof dat mensen pas vrij zijn als ze in staat zijn een vrij en waardig leven te leiden. Als ze zelf kunnen beslissen over hun leven en hun toekomst. Dat is het soort vrijheid dat succes niet voorstelt als een keuze, maar de vrijheid van keuze voorstelt als succes. Die vrijheid vraagt om een heel andere politiek. Een politiek waarin we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar en waarin we mensen zo goed mogelijk in staat stellen zich te ontplooien. En volgens mij is het precies deze vrijheid die in onze tijd onder druk staat. Mensen zien dat hun wereld verandert. En als we niets doen, beperkt het hen in de mogelijkheden die ze hebben om zelf het leven vorm te geven. Liberalen hebben nogal eens geloofd dat het goed kwam als ze maar vertrouwden op de vindingrijkheid van het individu. Ook voor progressieve sociaal-liberalen van D66 geldt dat tot op zekere hoogte. Aan de ene kant spreekt dat natuurlijk van een optimisme. Dat vertrouwen, ja, en dat spreekt me aan. Maar als we zien dat de krachten waar mensen tegenop moeten boksen zo groot zijn dat de wereld schijnbaar onstuitbaar verandert in hun nadeel, dan is het tijd om moedige keuzes te maken. Om te beginnen voor het behoud van onze leefomgeving en de bescherming van onze manier van leven. Het is nu of nooit do or die. Als u mij dan een alarmist noemt. Dan zal ik het eigenlijk als een erespeld op mijn jasje dragen, met evenveel trots als ik me tooi met de geuzennaam, u wel bekend: Klimaatdrammer, die Klaas Dijkhoff, Rob Jette eerder heeft opgespeld. Die alarmbellen kunnen niet luid genoeg klinken. En ook dat begrijpen mensen, denk ik, nu in 2021 beter dan ooit. De verwoesting van de natuur is deze zomer dichtbij gekomen. Tegelijkertijd hebben we lange wandel- en fietstochten tijdens de coronacrisis mogen maken en die hebben onze verwondering over de wonderen van de natuur geprikkeld of gesterkt. De bescherming van ons leefklimaat raakt aan de kern van mijn bestaan en overtuigingen. De kern van mijn geloof. Ik zeg en ik doe het uit verwondering. Verwondering voor de schatten van de natuur en alles wat ons geschonken is. Eigenlijk in erfpacht. David Hume zei: The life of a human is of no greater importance to the universe than that of an oyster. Die waarheid dwingt mij als politica alles te doen om het leven op de planeet te beschermen. Het laatste alarmerende rapport van de Verenigde Naties heeft deze verantwoordelijkheid alleen nog maar gesterkt. Dit is van cruciaal belang: het is van levensbelang. In ons eigen land, ver onder de zeespiegel, wordt dat diep gevoeld. Volgens een Nederlandse onderzoeker kan de stijging van de zeespiegel in onze levenstijd, in levenstijd nog de wadden verzwelgen. Zoals het mythische Atlantis werd opgeswol, opgestokt door de zee, zouden onze eilanden, onze geliefde waddeneilanden, verdwijnen door ons eigen toedoen. Dat kunnen we gewoon niet laten gebeuren. Hoe langer we wachten, hoe minder opties we hebben, des te minder vrij we zijn. Natuurlijk is er politieke weerstand. Maar ik zie een patroon. Eerst ontkenden velen klimaatverandering. Toen het niet meer houdbaar bleek, veranderde het verhaal. De invloed van de mens zou niet vaststaan, werd wel gezegd. En nu weten we natuurlijk ook dat dit onwetenschappelijke onzin is. Maar het narratief verandert opnieuw. Haalbaar en betaalbaar is het nieuwe argument om niets of weinig te doen. Haalbaar en betaalbaar. Dat klinkt mooi. Maar het is niet betaalbaar om Valkenburg op te zadelen met 400 miljoen euro waterschade. Het is niet haalbaar om honderden hectares natuur af te laten branden in Brabant. Het is niet betaalbaar voor de boeren om de landbouwgrond in Zeeland te laten verzilten. Het beschermen van onze economie, onze vrije manier van leven en onze natuur vraagt een drastische en ja, ook een kostbare oplossing. En overgang. Dat is de grote opdracht van deze generatie. Dat is dan ook waar het zwaartepunt van het regeerakkoord in aanbouw zal moeten liggen. Het is de voorwaarde voor al het andere. U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek. Ik voel me dus geroepen en ik ben ervan overtuigd dat de bescherming van onze manier van leven een gedeelde zorg is die voorbij moet gaan aan alle politieke tegenstellingen. Naast de gevaarlijke opwarming van de aarde beperkt ook sociaal-economische ongelijkheid de vrijheid. Hoe dat werkt zien we in Nederland op grote schaal. Nederland telt 614.000 huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Ik schrik keer op keer van dit getal. 40.000 mensen zijn dak of thuisloos. Meer dan een miljoen mensen leeft in armoede. Duizenden kinderen gaan naar school zonder boterhamtrommel. In Nederland. Dat is zowel een groot onrecht als iets om je voor te schamen. Als student in het Verenigd Koninkrijk zag ik hoe de ideologische bezuinigingspolitiek van Thatcher voet aan bal kreeg in het Nederland van Lubbers. Na de crash van 2008 volgde een bezuinigingsronde waarvan een gedeelte uitlegbaar en noodzakelijk was maar een gedeelte ook onnodig. D66 is toen ook veel te veel meegegaan in de bezuinigingen op de overheid, waarbij efficiency first in de praktijk neerkwam op people last. Ik besef heel goed dat er tijden zijn waarin het nodig is om te bezuinigen. Ik voel me ook thuis bij een partij die degelijk financieel beleid hoog in het vaandel draagt. Maar roekeloze bezuinigingen hebben de wereld en ons land geen goed gedaan. Mensen hebben een te hoge prijs betaald. De vraag is, wat gaan we nou anders doen? Waar ik naartoe wil, is een politiek die weer durft te investeren in mensen en het nodige doet om iedereen een gelijke kans te, krijgen, te geven. Dat betekent perspectief op vastwerk en opleiding, meer sociale woningbouw, gelijke betaling voor man en vrouw, een veel meer tijd en dus geduld voor kinderen in het onderwijs, meer goed betaalde banen voor de klas, een schooldag met huiswerkbegeleiding, kunst, sport. Muziek voor iedereen, gelijke toegang tot het recht en een empathische overheid die je echt altijd te woord kan staan. Er zijn mensen die zullen zeggen dat is minder efficiënt en dat het meer zal kosten. Dat is gedeeltelijk waar, maar ik zou hen erop willen wijzen dat het bieden van kansen voor iedereen de samenleving als geheel uiteindelijk vooruit helpt. Niet alleen het rechtvaardigheidsbesef, maar ook de portemonnee. Dat is toch ook belangrijk. Een investering in kleinere klassen van anderhalf miljard euro levert 3,5 miljard euro op. Bij volledige gendergelijkheid groeit onze economie met 221 miljard euro. Het is bewezen. Willen we de grote uitdagingen aankunnen, dan hebben we iedereen nodig. Dan kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven om mensen te laten vallen. De Franse politicologe Catherine Fichy. Zegt dat de strijd voor de vrije samenleving naast kansengelijkheid ook grip op migratie vereist. Inderdaad, als we de vrijheid willen waarborgen van alle mensen die in Nederland wonen, moeten we ook de bevolkingsgroei door migratie in ogenschouw nemen. De economische voordelen van migratie zijn goed gedocumenteerd. Lage geboortecijfers scheppen een behoefte aan verse arbeidskrachten. Vergrijzing legt een zware druk op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de verzorgingsstaat. Migratie is een goede hoop voor de economie. In het Verenigd Koninkrijk stelt het Office for Budget Responsibility daarom zelfs dat er tenminste 140.000 immigranten per jaar nodig zijn. En in Nederland is de vraag nu extra hoog en we hebben voor het eerst in lange tijd meer vacatures dan geregistreerd werklozen. De culturele voordelen van migratie zijn ook evident. Een blik op het verleden leert dat uitwisseling van en botsing tussen culturen vaak de sleutel biedt tot menselijke vooruitgang. Migratie hoort ook bij het wezen van de mens. Door migratie is veel goed ontstaan en ontwikkeld, inclusief wat we nu zien en voelen als geheel eigen. De Nederlandse taal zou niet de huidige vorm hebben zonder de invloed van eeuwenlange migratiestromen en sprekers van andere talen. Het Nederlandse volkslied is ontleend aan de heldendaden van een Duits-Franse prins die hof hield in Brussel. En de moderne Nederlandse keuken heeft ook iets te danken aan de Turkse kapsalonchefs. Een blik op het heden leert echter dat we onze sumier en te pover voorbereiden op de impact die migratie direct en lokaal kan hebben. Als jouw dorp of stad door de jaren heen veel nieuwe mensen ontvangt, uit de EU of daarbuiten, zonder dat er is voorzien in nieuwe scholen, ziekenhuizen en woningen, kan je terechtstellen dat er niet aan jou is gedacht. Dat jij je in je eigen vrijheid om het leven in te vullen zoals je wilt, dat je daarin wordt beperkt. We kunnen de voordelen van migratie alleen benutten als we migratie beheersen. Als we ons erop voorbereiden. We kunnen niet wachten tot de volgende volkstelling om de sociale infrastructuur op orde te brengen. We moeten leren dit nog te doen voordat mensen in beweging komen. Alleen dan kunnen we zeggen dat we de realiteit van migratie eerlijk onder ogen komen. Alleen dan nemen we onze taak als overheid serieus om de noodzakelijke winst van de lange termijn in balans te brengen met onevenredig verdeelde kosten van de korte termijn. Als we dit doen, bouwen we ook aan het draagvlak voor de opvang van mensen die vluchten voor oorlog, onderdrukking en geweld. En dat blijft nodig. De crisis in Afghanistan laat zien dat migratie geen maakbaar fenomeen is. Mensen die bescherming behoeven, kunnen altijd op onze deur kloppen. Ik ben er blij dat zoveel Nederlanders van alle politieke kleuren zware druk hebben gelegd op de politici, de politiek, om mensen uit Afghanistan weg te halen en hier in veiligheid te brengen. Het is een enorme opgave en ons werk is verre van afgerond. Ik ben ook trots op al die mensen die kleren en speelgoed hebben gebracht, totdat de opvang het zelf niet meer aankon. Het laat maar weer eens zien, Nederlanders hebben een plek voor de ander in hun hart. En laten we die plek vrijhouden en er zorgvuldig mee omgaan. Een belangrijke rol in het eerlijk verdelen van vluchtelingen over ons continent is weggelegd, of zou weggelegd moeten zijn, voor de Europese Unie. Enkele lidstaten, u wel bekend, liggen hierbij dwars. Ten dele uit nationalisme. Nationalisten streven naar macht ten koste van anderen. Nationalisme verblindt, zoals obsessieve liefde voor een voetbalclub, een realistische inschatting van de kansen op overwinning op die zondagmiddag toch wel een beetje vertroebeld. Nationalisme is machtshonger. een dodelijk spel waarin de een moet winnen en de ander moet verliezen. Nationalisme lag ten grondslag aan de bloedigste oorlogen uit onze geschiedenis. En is er nu op gebrand de structuren die zijn opgericht om oorlog te voorkomen af te breken. Tegenover de nationalisten staan de vaderlandslievenden, die de grip van Nederland en haar burgers op de wereld willen vergroten, zonder dat ten koste te willen laten gaan van de ander. Vaderlandsliefde, schrijft George Orwell in 1945, is devotion to a particular place and a particular way of life, which one believes to be the best in the world. Het has no wish to force upon other people. Vaadlands liefde houdt dan ook ruimte voor realisme en verbetering. Wie van zijn geboortegrond houdt, wil en kan rekening houden met de tekortkomingen die juist geadresseerd moeten worden. Dat is ook waarom mensen die van Nederland houden naar Europa kijken als oplossing. Europa kan Nederlands beschermen tegen de catastrofale gevolgen van vergrijzing en van ongecontroleerde migratie. Tegen opwarming van de aarde, tegen geopolitieke agressie uit het oosten of het zuiden, tegen roofkapitalisten uit het westen en het verre oosten. Nederland kan alleen soeverein blijven als we onze soevereiniteit delen in Europa. Europa, kortom, kan onze vrijheid beschermen en vergroten. Europa begrenst de beschaving waarin we kunnen zeggen: hier zijn we thuis. Europa, zoals George Steiner het samenvat... is een continent van cafés en publieke pleinen... waarin ideeën vorm krijgen. Het continent, continent van grote Europeanen, als Erasmus en Spinoza. Europa is het continent van getemde natuur... zoals de Nederlandse bossen en heide. Europa is doordrenkt van geschiedenis... zoals de straten van Dordrecht en Delft. Europa is de spanning tussen de ene waarheid van het boek... En de vele waarheden van de wetenschap. Europa is ook onze unieke manier van leven, die zich onderscheidt van het Amerikaanse model door gehechtheid aan sociale bescherming. En van het Chinese model door toewijding aan democratie en de rechtsstaat. Maar die manier van leven staat onder druk, van binnen en van buiten. De ondergangsdenkers hebben gelijk als zij wijzen op Europese verdeeldheid en vermoeidheid. Het volstaat dan ook niet om hen te herinneren aan de verworvenheden van Europese integratie, waaronder drie kwart eeuw onafgebroken vrede en spectaculaire economische opgang. Ook al is het, ook al is het vergeten van de geschiedenis zoiets als het vergeten van je eigen hoofd of je eigen geschiedenis. Ik geloof dat Europa alleen haar belofte kan inlossen als het actie onderneemt voor de toekomst als het door verregaande eenwording... een economische en politieke machtspositie in de wereld inneemt... en daarmee betekenis geeft aan haar morele gezag. Zoals ik eerder heb gezegd, vond ik het moeilijk, zeg ik u eerlijk... onderdeel te zijn in de periode van het kabinet... dat weinig deed om naar deze visie toe te werken. De vorige coalitie werd een zinnenbeeld van Pennywise... maar Pound Foolish, die benadering in Europa. We liepen belangrijke fondsen mis... Voor onze wetenschappers en universiteiten vanwege kortzuchtige en, zoals ervaren, hardvochtige begrotingspolitiek. Ik heb zelf niet genoeg gedaan om een wijziging van koers af te dwingen. Dat reken ik mezelf aan. Nederland is nu gebaat bij een constructieve creativiteit, bij zelfbewust optreden, bij generositeit en bij geduld. We zijn het onze vrijheid verschuldigd. Ook daarom ijver ik voor een nieuwe coalitie met nieuw elan en nieuwe Europese overtuiging. Dit alles vraagt iets groots van de politiek. Het vraagt leiderschap. Het is een opdracht waar ik vervulling aan wil geven, bewust van de beperkingen, de tegenslagen die daarin zijn te voorzien. Voor mij is leiderschap met zelfvertrouwen je waarden uitdragen en verdedigen. Krachtig je opvattingen uitdragen. Steun winnen voor je idealen en open zijn over je afwegingen. Verder kijken dan politiek lijfsbehoud, jezelf en je partij ondergeschikt maken aan het publieke belang. Het voorrecht van je eigen positie inzetten voor diegene zonder stem of kanaal. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. Staat geschreven in de spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan. als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich. als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal. betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. De topambtenaar Bernard Terhaar stelde zichzelf onlangs publiekelijk de vraag. of er de afgelopen twee decennia door de overheid nog iets moois tot stand is gebracht. Hoe graag hij ook ongelijk had willen krijgen, hij kon het gewoon niet verzinnen. Ik ook niet, hoe lang ik er ook over nadenk. Ik zie een direct verband met de manier waarop ons land nu wordt bestuurd. Als me iets is opgevallen in de jaren dat ik terugkwam, nu bijna vier jaar geleden naar Nederland, is het wel dat politiek hier bijzonder wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen. En binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie. Het lijkt een politieke noodzaak, die zo is verworden, maar of het wenselijk is en of je er daadwerkelijk iets mee bereikt, dat is voor mij de grotere vraag. Laat ik de olifant in deze mooie Kamer van de Rode Hoed niet uit de weg gaan. Het gehalte Haags gedoe in deze formatie is hoog, veel te hoog. Er lijkt meer tijd te worden besteed aan wat er wordt geschreven in de krant dan de geschiedenis die wij zelf willen schrijven. En het geeft een heel ongemakkelijk gevoel. Soms heb ik ook het gevoel dat ik me op een ander spoor begeef dan mijn tegenstrevers en collega's. Laat ik een voorbeeld geven. Ik sta al sinds de verkiezingen te popelen om over de inhoud zaken te doen, de idealen van D66 zo goed mogelijk in een regeerakkoord te krijgen. Onze verkiezingswinst te vertalen naar een meer progressief regeerakkoord en een meer progressieve kabinetsploeg. De weken dat we met de VVD schreven aan het hoofdlijnenstuk, een proeven van een regeerakkoord, gaven na maanden van politieke padstelling daarom eindelijk de energie om aan die inhoud te werken. En samen hebben we het levendeel van de grote tegenstellingen tussen onze partijen, één conservatief, de ander progressief, kunnen overbruggen. Het gaf vertrouwen en het gaf ook echt energie. Het gaf nog meer vertrouwen dat andere partijen inhoudelijk enthousiast reageerden. De nieuwe fusie formatie van GroenLinks en PvdA meer dan het CDA, maar beide zagen veel aanknopingspunten. Alleen de ChristenUnie had bezwaren. En dat is te begrijpen. Je kan veel vragen van Gert Jan Zegers, maar we kunnen, je kunt niet overvragen. De seculiere politiek van twee liberale partijen ligt ver van de overtuiging van confessionelen. Het is dan voor mij moeilijk te bevatten dat we nu nog niet aan tafel zitten met enthousiaste partijen. En ik denk ook voor veel mensen in het land. Misschien was ik ook al die tijd te goed gelovig, want hoewel ik het niet had uitgesloten dat we hier zo belanden, hoopte ik toch echt anders. Ik dacht dat het menens was: werken vanuit de inhoud. De vraag is dan ook: hoe verder? Ik denk dat alle partijen, uiteraard ook D66, Zullen moeten werken aan de grote reparatie. Wederzijdse blokkades, soms inhoudelijk, soms ook niet, hebben een kabinet niet dichterbij gebracht. En dit in een al te gefragmenteerd politiek landschap. Voor mij is het aan de zes partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een bijzondere rol is weggelegd voor de grootste partij. Na een zomer vol inhoudelijk werk zijn helaas potentiële bondgenoten op niet-inhoudelijke gronden uitgestoten uitgesloten. Het is nu voor mij de verantwoordelijkheid van de grootste partij om de impasse te doorbreken. De inhoudelijke steun en het politiek vertrouwen te herwinnen met name van links. Dat is ook belangrijk voor de stabiliteit. Progressieve slagkracht in kabinet en parlement is in mijn ogen essentieel om de grote vragen van deze tijd, de klimaatcrisis en de kansencrisis van antwoord en oplossingen te voorzien. Een goed kabinet in de Nederlandse traditie is een kabinet dat uit conservatieve en progressieve krachten bestaat. Een evenwichtig kabinet. Waar het evenwicht ontbreekt, gaat het mis. Rutte, Beelders en het CDA kunnen daarover meepraten. Ons land is in fundamentele zin gematigd. We verdragen elkaar. We geven elkaar de ruimte en gunnen elkaar een aandeel in de toekomst van ons land. Dat is waarom ik me blijf inzetten voor een stabiele, progressieve, evenwichtige coalitie die alle Nederlanders vertegenwoordigt, in welke variant dan ook. We moeten samen aan het werk, want het stikstofprobleem laat zich niet oplossen door duizenden kopjes koffie of gewichtig doenerij. Het klimaatprobleem laat zich niet oplossen als politici in rondjes praten naar de laagste gemene deler. Daarmee zeg ik niet dat we niet meer met elkaar moeten praten, uiteraard. Als diplomaat zou dat helemaal raar zijn. Juist wel. Maar leiderschap vraagt naast zelfvertrouwen en zakelijke daadkracht ook een vorm van nederigheid. We moeten elkaar zo goed mogelijk proberen te begrijpen en niet uitsluiten dat er zaken zijn die je zelf nog niet goed begrepen hebt en gewoon uitgelegd moet krijgen. Als we geloven dat onze vrijheid het beschermen waard is, dat we aan het werk moeten met elkaar. Dan zullen we ook beter naar elkaar moeten leren luisteren, elkaar zien als potentiële bondgenoten. Een vergelijkbare doorbraak van empathie hebben we nodig in het door fanatisme geteisterde identiteitsdebat. identiteitsdebat. Identiteitspolitiek begon in de tweede helft van de 20ste eeuw als een emancipatiebeweging. En als een welkome aanvulling op het liberalisme, dat te weinig oog had voor het lot van mensen anders dan. Uh, uh, ik verontschuldig me dan witte heteroseksuele mannen. Maar zo is de geschiedenis geschreven. Meer recent is er grote nadruk komen te liggen in het publieke debat op de noodzaak van een groter bewustzijn van vooroordelen, racisme en discriminatie. Dat vraagt ook van ons om voorzichtig te zijn met taal. Nog te vaak liggen oordelen besloten in woorden en uitdrukkingen die het individu anders, dan, anders doen dan marginaliseren. Het gaat pas verkeerd als fanatisme de overhand krijgt. Fanatisme heeft zich in zich om alles te bederven waar het zich mee verbindt. Verschillen worden dan tegenstellingen en individuen worden in hokjes gestopt. Met al het wantrouwen dat daar dan nog eens bij komt kijken. Hoe fouter het hokje, hoe verdachter. Zoals een columniste gekscherend opmerkte recentelijk. Ben je blank, hetero en hoogopgeleid, moet je sowieso je bek houden. Er is ook een andere identiteitspolitiek met diepere wortels. Dat is die van Martin Luther King, die als geen ander appelleerde aan gedeelde waarden van verbindende taal, van religie en patriotisme. Terwijl hij gemeenschappelijke waarden benadrukte, maakte hij er een zaak van dat sommige landgenoten niet als volwaardig bejegend worden, omdat ze tot een bepaalde groep horen. Zij spraken hun opponenten steeds als medemensen aan of zelfs als broeders en zusters en appelleerden onvermoeibaar. Aan de door hen ook beleden waarden. Deze beweging is terug van nooit weg geweest. Zo brachten de voorstanders van het homohuwelijk deze verzoenende aanpak met veel succes in de praktijk. Ze appelleerden louter aan gedeelde waarden en universele beginselen. Een vader zei, mijn zoon diende in Irak en vloog in een gevechtshelikopter. Elke dag riskeerde hij zijn leven voor onze vrijheid. En nu terug. Terug in zijn vaderland zou hij dan niet mogen trouwen met een partner van zijn keuze? Zelfs verstokte conservatieven gingen toen door de knieën. Uitgerekend tijdens een pro-Trump rally in Washington. trad een Black Lives Matter activist in de voetsporen van Martin Luther King. Hij had een tegendemonstratie georganiseerd: gebalde vuisten in de lucht, scheldpartijen over een bier. De situatie leek elk moment uit de hand te lopen. Toen deed de organisator van de pro-Trump-rally een onverwachte zet. In een vlaag van grootmoedigheid gaf hij de Black Lives Matter activist twee minuten spreektijd. Nou, ga er maar aan staan. Ben je zwart? Activist? Krijg je twee minuten om Trump-aanhangers toe te spreken? Wat zeg je dan? We willen niets dat van u is, begon hij. We want our God-given right to freedom, liberty and the pursuit of happiness. En daarmee had hij de juiste snaar te pakken. Mensen die zich van hem hadden afgewend, draaiden zich naar hem toe. Sommigen juichten. Vanuit de menigte riep iemand: All lives matter. Een precair moment. Want die uitdrukking wordt doorgaans gebruikt door diegenen die de slogan: Black Lives Matter willen ontkrachten. Maar de spreker wilde zijn publiek nu niet meer kwijtraken en reageerde: You're right, my brother. You're right, you are so right. All lives matter, right? But when a black life is lost we geen no justice that's why we say black lives matter Als we really want to make america great doen we het do it together. de menigte begon te zingen en scandeerde usa 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 en op dat moment waren de twee groepen niet meer wij versus zij natuurlijk de verschillen waren niet weg maar doordat een activist een grotere cirkel trok rond alle aanwezigen, verloor de vijandschap zijn scherpe kantjes. Waarna het weer mogelijk werd om constructiever met de tegenstelling en de verschillen om te gaan. Werkt die benadering dan ook bij de hele grote problemen? Ja, juist dan. Juist dan gaat het bevorderen van saamhorigheid en het oplossen van problemen hand in hand. Als de nood hoog is. En het is alle hens aan dek, dan zijn mensen bereid hun verschillen opzij te zetten. Of er constructiever mee om te gaan, om samen te werken aan dat hogere doel. Tegenover het denken in wij en zij, in goed en fout, in elkaar uitsluitende hokjes en definities, zou ik een inclusief Nederland willen inbrengen, waarin onze gedeelde waarden centraal staan. Onze gastvrijheid, onze empathie, onze verdraagzaamheid en ondernemerszin. Ik zeg niet Nederland moet Nederland blijven. Want dan blijven we dus zitten met de problemen van het Nederland van vandaag. Waar groepen tegenover elkaar staan. Klimaatbeleid nog steeds hopeloos achterloos op de rest, loopt op de rest van Europa. Sociaal-economische ongelijkheid welig tiert. En waar Peter R. de Vries op klaarlichte dag geliquideerd wordt. Nederland moet Nederland worden. Een land waar de verschillen tussen groepen van oudsher groot zijn... Maar waarmee we er zakelijk en constructief mee om kunnen gaan. En als regering en parlement dan het goede voorbeeld geven, constructieve debatten voeren en wat meer begrip en empathie voor elkaar tonen, dan kunnen mensen dat zeker ook. En misschien als het meezit en als we allemaal ons best doen, kan er zelfs iets van vaderlandsliefde groeien. Wat mijzelf betreft. Ik heb mijn leven lang gewerkt in het buitenland. Maar dat heb ik gedaan. Uit de typische Nederlandse overtuiging dat de wereld niet eindigt in onze duinen, maar begint bij onze stranden. Dat vrijheid en menselijke waardigheid het waard zijn om voorop te staan op alle plekken in de wereld waar het mensen wordt ontzegd. Ik heb dat uit liefde gedaan voor mijn land, vanuit de overtuiging die als een rode draad door onze geschiedenis en tradities loopt. Vaderlandsliefde is gehechtheid aan de liberaal-democratische waarden waar Nederland groot mee is geworden. Een agenda van Nederlandse trots voor de jaren 20 van de 21ste eeuw zou gericht kunnen zijn op de waardigheid en kansen van iedere inwoner van Nederland. Het kan de zorg en bescherming van alle individuele Nederlanders centraal stellen, hoe ze ook denken, liefhebben of eruit zien. Daar speelt de overheid een sleutelrol in. Ja, ook in andere landen blijkt de autoriteiten voor vaderlandsliefde. En dikwijls zijn het nou net niet de landen waar de staat blijk geeft van liefde voor het land of haar burgers. Maar waarom zou onze overheid dat niet kunnen doen? Waarom zou de overheid niet dienstbaar kunnen worden dat op een dag begrippen overheid en gemeenschap als synoniemen door elkaar worden gebruikt? Waar de overheid als een levenslange bondgenoot wordt ervaren? En de politie als je beste vriend. When the state is not kind, schrijft Ali Smith in autumn: the people are fodder. De rol van onze generatie bij het hoofd bieden aan de grote gevaren die ons bedreigen, is cruciaal. Het nu afwenden van de klimaatramp is cruciaal. Dat is alles bepalend. Onze verantwoordelijkheid is niet alleen maar zwaar of beangstigend. Het is het natuurlijk ook. Maar het is ook een taak die eervol is, juist omdat die zo allesbepalend is. Die ons richting en energie geeft en die ons saamhorig maakt. Daarom begon ik net met Kennedy's woorden dat only a few generations geroepen zijn. Hij liet erop volgen... I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation... The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light out our country and all who serve it. Laten we niet weglopen voor de verantwoordelijkheid die onze generatie op haar schouders geworpen krijgt. Laten we haar verwelkomen. Laten we ons koesteren in de energie, het geloof en de toewijding die de vervulling van onze taak vraagt. Veel dank.